Het is een oproep die al eerder klonk, die voor meer opvanglocaties voor asielzoekers. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zijn er duizenden extra plekken nodig. Maar bijna niemand steekt zijn vinger op. Dit jaar vroegen een kleine 19.000 mensen asiel aan. Dat is meer dan vorig jaar, maar vergelijkbaar met de jaren daarvoor. Het COA wil dat gemeenten zo snel mogelijk ruimte vrijmaken en bestaande locaties niet sluiten. Het probleem is groot. We hebben op relatief korte termijn, namelijk in de loop van volgend jaar, 13.000 plekken nodig. En we vragen eigenlijk aan de gemeente om ons erbij te helpen. Om te zoeken naar reguliere locaties waar we samen met de gemeente een echt een goede plek kunnen vinden waar we langjarig kunnen blijven. En op de redactie Thomas Pekschoor. Ja, het is de zoveelste oproep. Hè? Waarom lukt het maar niet? Ja, er zijn eigenlijk twee problemen. Het ene probleem is, en dat weten we allemaal, dat er simpelweg te weinig huizen zijn in Nederland. Dat het moeilijk is om een huis te vinden. Ja, dat geldt voor Nederlanders die hier al lang wonen, maar dat geldt ook voor deze groep. En die groep, ja, die kan dan eigenlijk niet veel anders dan in die opvanglocatie blijven. Daar afwachten. En die maakt dan dus geen ruimte voor nieuwe mensen. Nou, dat is het ene probleem. Het andere probleem is dat gemeentes tot nu toe in ieder geval te weinig bereid zijn om het COA te helpen. Dat geldt voor nieuwe gemeenten die eventueel een asielzoekerscentrum zouden kunnen oprichten. Maar dat geldt ook voor gemeenten die al een asielzoekerscentrum hebben. Daarvan zegt een deel, het spijt ons, maar als dat asielzoekerscentrum binnenkort dichtgaat, dan gaan wij die sluiting niet uitstellen. Het enthousiasme was 7 jaar geleden best groot. Toen stemde het gemeentebestuur zonder veel moeite in met een asielzoekerscentrum in Overloon, Oost-Brabant. Omdat ik vind dat die mensen geholpen moeten worden. Als jij vluchteling bent, heb je ook recht op een goede plek. En hier stond een prachtig gebouw wat er zich verleende. Maar nu is het mooi geweest. De overlast is zo groot geweest en het vertrouwen van de mensen in Overloon en Stevensbeek is helemaal weg. Een van die mensen is Rob Nooy. Volgens hem ging het de eerste jaren nog wel goed hier. Maar dat veranderde toen er veel minderjarige asielzoekers zonder ouders kwamen wonen. Winkeldiefstallen, waar op een gegeven moment ook geweld, op het moment dat iemand staande gehouden wordt. Ik heb zelf ook rollenbollend voor de supermarkt gelegen samen met een lokale agent hier. Omdat de bewoner van het asielzoekerscentrum geen medewerking wilde verlenen. Het is de afgelopen jaren echt niet overal zo slecht gegaan als hier, benadrukt het COA. En de meeste gemeenten die willen wel verlengen. Maar als een sluiting eenmaal is aangekondigd, ja, dan is het moeilijk om die weer terug te draaien. En die bedden, hier zijn het er zo'n 800, ja, die heb je niet zomaar ergens anders weer teruggevonden. Dat komt dan op een heel vervelend moment, want juist nu heeft het COA zulke tekorten. Weten we. Dat weten we dat zo is. Maar we kunnen niet anders. En dit is wat we ook afgesproken hebben met de bevolking. En nu kiezen we toch echt voor de bevolking van Stevensbeek en van Overloon. Soms is het genoeg in een gemeente. Dan vindt men dat ook andere gemeenten wel eens iets kunnen doen. Daar heb ik begrip voor. We moeten het wel met elkaar doen, hè? Dus als de ene gemeente zegt bij ons niet meer, dan zal er een andere gemeente moeten zijn om in dat gat te springen. 13.000 bedden zijn er dus nodig. Dat betekent al snel 16 van dit soort locaties die gemeentes de komende tijd beschikbaar zouden moeten stellen. Ja, Thomas, dat tekort aan plekken is er natuurlijk gewoon. Dus hoe moet dat verder de komende tijd? Ja, het COA zal hopen dat gemeentes nu alsnog instemmen. Dat ze alsnog zullen zeggen, wij openen een asielzoekerscentrum. Lijkt me eigenlijk niet heel waarschijnlijk dat het er zoveel zullen zijn. Dat echt al die duizenden plekken beschikbaar zijn. En dus zul je zien wat je de afgelopen maanden ook al hebt gezien. Namelijk meer plekken waar mensen worden opgevangen in sporthallen, in evenementenhallen. Ja, waar niet de privacy is en niet de services die er normaal gesproken is. Maar waar ze het echt toch even mee zullen moeten doen. Thomas, dankjewel.